Yo, dat mensen van mijn kanaal. Mijn naam is Dylan, oftewel Rotjoch. En welkom terug bij een nieuwe video op dit kanaal. Vandaag heb ik een speciale video voor jullie. Het is een video van Manticore. Ik denk de meeste van jullie het wel weten. Maar voor degenen die het niet weten, ga ik even heel snel uitleggen wat het is. Manticore is een Minecraft PvP. Een soort van Hunger Games, maar dan team tegen team. Het is 5 tegen 5. Iedereen heeft zo zijn eigen rol. En in mijn team ben ik de captain. En ik mocht een video opnemen waar we gingen oefenen tegen Yennava. Wil je meer weten van Manticore? Staat beneden een video in de beschrijving. Met de uitleg en hoe alles werkt. Maar voor nu, kijk vooral naar het potje. En dan zie ik jullie weer aan het einde. Oké, boys. Dan gaan we weer. Yer Fighter. Dit keer hebben we een nieuwe tank. Rutger. Zero Dot. Oh yeah. Nino, jij wordt assassin. Dit keer weer gewoon. En David, jij bent support. En ik ben de kapitein. Vandaag even een puntje van aandacht voordat ik jou laat doen. We hebben nog een minuut. Laten we een beetje meer bij elkaar blijven. Want van Nino en Rutger weet ik dat ze de map gewoon niet zo goed kennen. Wow, Rutger wel beter dan mij overigens. Rutger kent de map heel goed en Nino niet. Dat doen we dan. Ja, dat komt er ook neer dat jij niet zo goed kan kaart lezen. Ik kan wel kaart lezen. Maar hey, luister boys, sowieso, Rutger, jij staat dus de hele tijd sowieso bij mij. Dat is, jij bent duf, dus je bent bij mij. Wat we gaan doen, in het begin, zeg maar, jullie vier gaan gewoon, jullie gaan met mij mee. Tot ik jullie een extra opdracht geef, uiteindelijk. Ja, oké. Laten we daarbij houden. David, jij gaat iets doen wat niet iedereen hoeft te weten. Niet Jan en Alleman hoeft deze video te zien. En, Nee, ik speel ook zonder kaart deze keer. Zo arrogant ben ik. Wou ik even aan je naam melden, jullie de video kijken. Ik heb mijn kaart niet eens aanstaan. Niet nodig. Shots fired. Hij gaat het zelf allemaal doen. Het komt allemaal goed. De kaart is in zijn hoofd geprint. Even daarop houden. Oké, boys. Het wordt dus een pittige. Wij gaan meteen aan de haal. Rennen. We gaan nooit rennen. We gaan altijd wandelen. Dat is belangrijk. We gaan gewoon moonwalken, maar we gaan dus niet. We gaan gewoon lekker relaxed erheen lopen. En we zien het wel. Als het goed is weten, kennen hun de map niet. Dus dat is ons voordeel. En we spannen als goed is met onze bek richting de tuin. Even dat jullie het weten. Dus je kan ons gewoon rechtdoor lopen. Oké. Okay. Klopt het? Ja, het klopt. Oké, okay, nice. Kom maar, jongens. Toedadoki. Tot zo. Kom maar, gaan we. Okay. Wij pakken deze wel, David. Deze in het veld. Ik moet er toch doorheen, maar dat maakt niet uit. Ja, wij gaan er ook doorheen. Wij pakken de linkerkant, we pakken het linkerhuisje. Yo. Kom maar boys, gaan we. En dan gaan we, wat is de rest? Heel mooi. Blijf dicht op elkaar. Nog een klutje. Twee extra appels, oh god, ik ga zo rennen jongens. Hou ze bij je. Oké, mooi, wij lopen verder, wij lopen door. Dit gaat heel goed vooraan, Rutga. Dankjewel. Oké, ik zie dat ze bewegen gewoon in hun span in de buurt nog steeds. Ze zitten nog steeds aan het hoekie. Ze kunnen nieuw team, hè? Ja, nieuw teams. Ze zijn heel rustig waarschijnlijk. Nou, ze kunnen misschien een push maken voor Ark, want dat hebben ze misschien gezien in een video dat mensen dat doen. En ze zijn er natuurlijk sneller, dat is blauw team. Ik heb je dus gekeken. Oh, we komen er wel achter. Goed, in ieder geval... Je kan kiezen om één alvast een beetje vooruit te laten rennen, want ik heb dus twee niet soulbound apples. Goed, zero. Go. Nou, kom maar, je mag een stukje vooruit. Ik klim nu het gebouw op trouwens, ik ben er al. Hop. Heel goed. Oké, niet springen, gewoon rustig, zo ja. Hebben we gaan rennen. Wat zouden ze doen? Zijn ze naar het zuiden gegaan of naar het oorlogsmuseum? Noorden. Oké, Dus het oorlogsmuseum. Dus dan moeten we kijken. Hopelijk, ja, het kan ook wijzen op Ark hoor. Misschien deden ze dom, want ze deden alsof ze het niet wisten. Ik heb een dik OP sharpness zwaard. Ik ga nu dan naar het zuiden toe. Als in naar de andere kant. Top. Nee, het is een knockback iron sword. Oké, Rutga, rustig. Ga maar even. Jeeman. En niemand? Nee. Hup, ga jij de Ark in. Go. Wij wachten beneden, denk ik. Wij gaan koningszaal in, direct. Deel, vraag je, als zij daar blijven, wat wil je dan dat ik ga doen? Zuid. Okay. Pakken we gewoon zuid en dan pushen de wij. En, zo. En dan pakken wij noord. Oké, ze zitten nu echt ten noorden van ons, ze zitten echt in het oorlogsmuseum, denk ik. Top, oké, zodra we zo meteen boven de trap oplopen, wil ik dat Qtrax naar binnen gaat. Kompas werkt niet, natuurlijk. Mooi, snappen het dus niet. Maar ze hebben nog eens een keer. Oké, Diamond Leggings Protection 1, een appel en 8 pijlen. Hup, jij naar binnen, Qtrax. Naar binnen, jij gaat naar binnen. Kijk bij de troon daar. Jij blijft buiten bij mij. Gaan jullie naartoe. Wat is het recht in noorden van ons, jongens? Echt recht in noorden. Diamond Chestplate Unbreaking 1. Woe! Oké, mooi, die is sowieso dan voor Jer. De broek is zo meteen voor Zero. Naar beneden gooien op zich. Loop maar je route eerst. Ik heb 6 appels geloot, jongens. Jullie kunnen echt rennen. Oké, mooi. Ik heb Sharpness 1 Dia Sword. Kom maar naar buiten. Even naar buiten. Kom maar. Geef mij die Dia Sword maar eventjes. Goed. Tot we hem kunnen geven aan Zero. Komt u maar. Ik ben voor mij dan vlak bij jullie, want ik sta dus nu boven op het tuinmuseum aan de noordzijde. Oké, is het helemaal in het noorden? Oké, gooi maar. Huppakee.
toppertje. Ja, ik weet niet of ze daar allemaal zitten, hè? Even tussendoor. Nee, maar wel dichtbijzijnde. Ik zie de ark vanaf hier. Oké, top. Wij gaan richting... Hele nacht hier. Oh, jij bent er alles... Heb je alles aangetrokken, Zeradot? Ja. Ik heb nog wel 8 pijlen. Oké, 8 pijlen. Oké, die pijlen heb ik graag nodig. Oké, wij pushen meteen door naar het noorden. Kom maar, wij gaan. Daar zitten ze dus, hè? Ja, dat weet ik. Wij pakken dan met... ga je zonder mij. Straks zitten ze met z'n ja, vijf, ja, ja. Nee, we gaan gebouw A checken. Zitten in het oorlogsmuseum. Ah, oké. Ongeveer. We kunnen gebouw A kijken en misschien station. Oké, ik heb hier de derde kist op het dak. Het duurde even, maar... Trouwens, dat is zwaar. Ja, dat is goed zo. Voor nu. Diamond Short Sharpness 1. Moet ik naar beneden komen of niet? Nee, loop maar gewoon door. Zit nog steeds in het noorden. Ja, gewoon lekker het zuiden pakken. Wij zitten dichtbij ze, dus we zorgen dat het kompas op ons wijst. Oké, hier gaat naar binnen Nino. Go. Wij gaan met z'n vieren voor de deur. We willen gebouw A checken. Als je ze ziet, ga je een fight aan of niet? Nee, tuurlijk niet. Oké. Nee. Dan disengagen we meteen. We hebben ook nog appels voor jou daarna. Kunnen we daarna regroupen. Ik heb er 6. Oké, wij stappen een stukje naar voren. Met vooral Zero vooraan. Nino zoeken, want dan kunnen we sowieso het kompas op ons wijst. Ik word te zoeken, maar ik zie nog kijk, niet. Ze lopen top lane. David, dichtbijzijn is top lane. Mooi, dan loop ik nu over de botlijn, zeg maar. Loop ik nu helemaal naar het oosten toe. Oosten. Ik ben dus van het gebouw afvallen, duidelijk uit. Oké, misschien kan het kompas richting jou wijzen nu, dus dat is wel gevaarlijk. Mm-hmm. Oké, top. Ze wijzen nu. Als je ze nou kan sighten, botlane. Dat zou heel chill zijn, want dan kom je toch wel weer weg, zeg maar. Ja, ja, ik loop wel. We gaan lopen met Sfeer Nino. Hm? Jij mag ook ik meteen. Ik heb niks gevonden nog. Helemaal niks? Nee, ik ben nu bij het einde. Ben je nu nog in gebouw B, zeg maar. Oké, okay, gaan we gebouw B checken, jongen. Nino, jij gaat door meteen naar gebouw B. Wat wil je dat ik check? Het badhuis en de blauwe tempel? Wil je dat ik de haven nog ga doen? Nee, doe maar badhuis, tempel en dan meteen peren. Oké. Okay. Want ze lopen richting jou, Daaf. Langzaam. Heel langzaam. Moet ik dus opschieten, oké. Okay. Oké, naar badhuis. Of tempel. Ik ben over naar gebouw B. Ik ben nu bijna bij het badhuis. Oké, okay, zodra je ze ook ziet, gewoon peren. Ja, ik ga het best doen. Zal ik met de Swiftness Potion niet even indrinken alvast? Nee. Pas als je ze ziet. Ja, het probleem is, het badhuis is een one way in, hè? Oké, ze gaan jouw kant op, Daaf. Jij moet daar best wel nu wegwezen. Uitkijken. Kom maar, gewoon terug. Ja, ik kan niet terug. Ik ben nu in het badhuis. Oké. Okay. Ik open nu een kist en daar zit Diamond Boots in en ik ren nu als een gek. Oké. Waar zijn jullie? Ja, ze zitten echt richting het zuiden, zei ze. David aan het lopen. Zoek je op. Dus de blauwe tempel is dus niet veilig voor mij. Nee, die pushen we weg. We hebben genoeg gepakt bij hun al vanaf... Dat waar ik nu achter mij aan zitten. Nino, heb je iets gevonden? Nee, ik ben nu halverwege gebouw bezig om over die heg aan te springen. Waar mieten we? We mieten bij Ark, met de Ark. Nou, Daaf, jij gaat gewoon... Bij Ark drop je spullen bij ons, David, en dan loop je gewoon weer oude route af. Ja, is goed. Ik loop nu terug. Ik ga alleen niet meer redden, want ik ben door mijn 5 startersappels heen en ik heb er nog 6 over. Oké, top. Jeetje. Oké, ze lopen botlane. Ze lopen botlane. Nee, dat kan niet. Daar loop ik. Dus dan moeten ze rechts van me zitten. Dan zitten ze nu bij de blauwe tempel waarschijnlijk. Dat kan. Het wijst naar botlane. Dat bot is veilig dan nu. Mooi. Oké, daarvan staan we op de botlane. Ja, ik kom er nu aan. ETA, waar ben je? Ingang museum? We staan precies voor de koningshuis. Koningshal dus. Zeg maar aan de botlane. Ja. Ik zie de ark. Dan ga ik jullie elk moment zien waarschijnlijk. Dat ik ook moeten zien. Je ziet de ark? Ja, ik zie jullie. Hallo. Oké. Okay. Waar ben je af? Daar rechts van je. Oh ja, hi. Top. Drop alles bij mij. Jij weg. Alles droppen. Toppertje. En dan mag je het afmaken de andere kant op. We pakken BIOS. Zero, deze, Zero. Asje. Wacht. Eten, jongens, eten. Hier, stom. Ik hou er 2, ja? Dylan, even opletten. Gouden huis, wel of niet gecheckt? Nee, nog niet. Die gaan checken. Ja, heel goed, die check jij. Jer, de chestplate is voor jou. Boots zijn voor jou. Waarom gaan jullie niet mee trouwens als dit allemaal leeg is? Wat maakt het dan uit? Nee, wij gaan nu de BIOS zo checken. BIOS beep. En dan kunnen we kijken of ze nog daarna kunnen we misschien om ze heen rotaten weer. Oké, hun lopen op de zuidkant. Maar ja, David heeft daar alles al gecheckt. Dus Daaf zit aan jouw kant nog steeds. Ja, ik vind het allemaal prima. Ik ben nou in het Gouden Huis. En ik hoop dat hier of links of rechts eentje zit. Je hebt flats nog niet gekeken, hè? De flats. Kijk, Kutrax kom. Nee, die pak je natuurlijk. Je hebt niks gevonden in gebouw B en A, Nino. Ik hoop ik het nog een keer checken, maar ik heb echt helemaal niks gezien. Helemaal niks? Over de poche ben ik gelopen. Helemaal niks? Diamond helmet. Oké, ze lopen ongeveer tuinmuseum erachter, maar meer richting olifant zitten ze. Oké, ja, je weet natuurlijk niet hoe ver ze zitten. Nee, maar ik denk ongeveer zouden ze daar moeten zitten. Oké, boys, dan gaan we het volgende doen. Kutrax, jij rent naar binnen weer. Jij checkt meteen het station. Ja, Kutrax zit zo'n. Jer, jij gaat hier naar binnen. Jij gaat de beep checken. Oké.
Zero en ik blijf hier. Zero en ik, wij gaan even naar de Ark. Om voor zijn straal te houden. Is goed. Ark terug? Ja, wij gaan naar de Ark. Dat is logisch voor ons. Ja. Ik ben al bijna bij de flats deel. Dus deze tactiek heeft zo goed gewerkt. Ik heb een Iron Chestplate. Ze zijn een klein beetje bij jou in de buurt. Iron Chestplate. Mooi, ja, die Protection 1. Die is wel mooi voor Nino zometeen. Of ja, voor Nino. Heeft iemand al een Legendary gevonden, zo'n gouden? Nope. Nee. Je hebt allebei de chests boven gekeken, hè Rutger? Bij Ark vond je toch dillen? Welke? Ja, bij Ark, ja. Goed, we zitten in tuincentrum. Ik ben de eerste door naar boven gegaan, er zit niks. Ik ga nu naar de volgende. De chest nou is Deel, kan ik dan wat backup krijgen? Want ik we lopen richting jou. Zeg maar. Boys, zometeen als jullie klaar zijn bij het station en zo, dan gaan jullie zelf gewoon even dump kijken, spoor kijken, station kijken. Ik ga naar Ark, daarbij het Ark in het midden, sta ik precies. Ja. Iron Boots is klaar. Oké, okay, Jer. De onderste flat. Jer, ja? Jij gaat naar BIOS. Oké, okay, van Ark naar BIOS. Okay, Ark naar BIOS, heel goed. Je zit er met mij mee. Ark, BIOS. En Nino, jij checkt dus natuurlijk station. Spoor en dump. Spoor, ja. En dump. Waar zitten ze al aan mijn kant van de map? Ja, zitten aan jouw kant van de map. We komen richting jou, Daaf. Wij lopen nu zelf bij de Time Museum achterlangs. Diamond Sword. Gaan we niet doen. Kom maar, zit aan deze kant. En met mijn kant van de map bedoel ik dus zeg maar als je een streep terug door de Ark heen trekt, hè? Zitten ze dan aan onze kant, rood of blauw? Nee, gewoon een blauwe kant nog. Oké, okay, dat wel. Ik denk wel, zeg maar echt in het zuiden zitten ze dus echt. David, wij lopen nu bij de bank. De bank. Oh, dan ben ik heel vlakbij, dan dump ik even mijn spullen bij ja, jullie. Ja, ik zie je. We zijn links bij je. Ja, mooi zo. Yes. Top, we kwamen hier even halen. Ik zie chest bij de spoor. Oké, okay, top. Zitten David, dus echt aan deze kant zitten ze. Zitten ze als goed bij het tuincentrum. Yo. Oké, okay, push door. Komt goed. Ik ga zo hierheen. Ik heb een epic gevonden. Nice, wat is erop? Bij elkaar blijven, Golden Jasperate met Protection 6. Dylan, ja? Is het idee dat jullie bij mij blijven? Ja, als we blijven bij jou. Ja, we blijven bij jou. Want we zijn al wel gesplit, zeg maar. Even kijken, die ga ik even hier zetten. Nope, Q-Tracks, wat was je locatie? Wat zei je nou? Spoor ben ik. Oké, perfect. Ja, dan zijn ze heel ver weg. Ja, mooi. Kan ik gewoon vrij rondlopen. Oké, heel goed, Zero. Hun lopen echt, de onderste baan lopen ze, jongens. Oh, als Jer dan weer naar de Ark gaat, dan fuckt hij zijn kompas gigantisch op. Ja, ik zit nu bij BIOS. Ja, okay. Bij BIOS, goed. Als je BIOS checkt, en dan ga jij dan naar huisjes kijken, dan Jer. Huisjes? Ja, huisjes, met die vlaggetjes erop. Iron Leggings gevonden. Oh, met die... Top, Iron Leggings. Komt u maar. En boven helemaal niks. Oké, okay, ze lopen nog steeds de onderste baan. Ik denk dat ze het tuinmuseum zitten, maar ja, die heeft David al lang genikt. Die is alles weg daar, dus. Komt u maar. Oké, dan denk ik weer Ark. En weer door, toppertje. Ja, dit geloof ik wel. Als zij achter ons blijven, dan pak ik dit zelf wel. Kun jij alvast naar het museum gaan anders? Dat je daar met Jer en Q-Tracks gaat meet. Museum? Yo, prima. Ja, okay, gaan we weg, alles, museum. De rest kan ik allemaal pakken hier. Yo, wij gaan museum, Ark, jongens. Okay. Allemaal, Jer, jij gaat naar het museum lopen, rechtstreeks. Gouden huis gecheckt door jou, Daaf. Ja, daar zat een diamond helm in. Die heb je al. Ja, die heb ik op mijn hoofd. Ja, klopt. Oké, okay, top. Dan gaan wij... Jer, jij gaat eerst huisjes. Jer, waar ben je nu? Ik ben bij Ark. Hij is bij Ark. Hij was bij Ark. Ja, hij is bij Ark. Jij? Ik heb een Diamond 2 knockback. Of knockback 2 Diamond X gevonden. Yo, David. Oh, lekker. Dat is David zijn actie. Oké, ze lopen wel meer in de top lane nu. De dichtstbijzijnde. Dan moet Jair daar nu weg. Ja, nice. Jij moet hem echt komen naar de top lane. Huppakee. Volgens mij zijn ze ook gesplit. Maar ze zijn veel te langzaam voor ons geweest. Dus dat is prima. Oké, okay, waar wil ik heen gaan nu? Oh, wat zullen zij balen, jongen. Wij zijn nu park, jongens. Dus Ik heb een badhuisje. Oh nee, ze lopen wel botlane, dus het is prima. Het is botlane, maar ze lopen weer. Ik kom uiteindelijk toch bij Park uit, want ik dacht maar net naar mijn huisje. Ik kom ook naar Park toe. Ik heb nog een keer Iron Leggings en ik heb nou zelf ook een Sharpness 1 Knockback 1 Diamond Axe. Oké, okay, nice. Top. En een Sharpness Knockback 1 Iron Sword. Oké, okay, we zijn in Knockback 1 Iron Sword, is het? Een Iron Sword, ja. Met Sharpness 2, 8,5 damage, hè? 7,25. Oké. Okay. Ik kom nu naar het park. Die hoef je niet even niks meer aan. Ja, ik ben op weg naar park. Ik moest eventjes vanaf. Oké, okay, wij zijn nu park. Lopen. Toppertje, waar ben jij hier precies? Ik wil nu langs BIOS weer terug. Oké, okay, we verzamelen topside park. Niet in park, topside van het park. Dus bij die klok, zeg maar. Zie je die hele grote klok, de Big Ben? En dan pakken we het museum, hè? Dan pakken wij het museum. Ja. Jullie neemt tekst. Top. Ik kom richting nu park. Kun je terug waar we staan? Lege kist, nou, dat kunnen zij never nooit gedaan hebben, maar dat is een beetje chest hebben. Dit is een epic, hè? Ja, die hoeft niet, Hou maar zelf, ik heb zelf die account. Ik zit nu bij Park, ik zie jullie allemaal. Top, top, wat we doen is dit zo houden, ja, is goed. Samen huisjes checken, denk ik, en dan museum, toch? Yo, kom maar, hè, heb je al iets gevonden? Hier. Ja, die is voor
Die hebben we niet nodig, eerlijk gezegd. Dus protection 1, we allebei protection, die is van David zometeen. Hoppakee, gaan we weer. Ja, ik heb al iron leggings aangetrokken trouwens. Oké, top. Oh, heb je iron. Nice, oké, ze lopen dus top lane. Gaan we naar huis? Ja, top lane lopen ze. Top lane. Oké, boys, wij gaan... zometeen wil ik Kutrax, jij gaat het hele museum in. Je hebt station gecheckt, hè? Station, toch? Ja. En Dump ook? Ja, bij Dump vond ik die X en bij station vond ik die... Waar komt die X? Waar leg je die X vanaf voor mij trouwens? Ik moet vanaf nu even aan het eten preserven. Want ik heb nu precies vol eten, maar geen eten meer. Oké, ik heb nog 4 appeltjes nog over. Kutrax, jij gaat hier... Diamond helm, diamond helm. Kutrax, jij moet even hier het museum in. Trouwens, 1 appel gehaald. Ik hoor je hem terug wil. Ik heb die nog ook gevonden. Nee, hou me bij. Is prima. Ga nu naar binnen. Top. Vond ik een bios namelijk. Ze lopen volgens mij bij de... Ik denk bij het Park of Zeppelin lopen ze, jongens. Zeppelin? Oké, dat is vlakbij. In mijn rug dus. Ja, ze lopen een beetje centrum. Je moet gewoon snel mogelijk het museum checken, jij. Ja, wij gaan voor de deur staan van het museum, jongens. Met z'n drieën. Ik moet er wel paar zo ongeveer staan, die chesten. Ja, helemaal Iron Helmet en Bo. Ik ben voor alle duidelijkheid nu bij kast 2. En ik kom zo jullie kant op, tenzij je wilde het kasteel pakken. Ja, pak kasteel ook maar. Nou, dan heb ik toch loot, jongen, gek. Daarom, ze lopen top lane. En ja, ik kan pas space een beetje tussen top lane in en Zeppelin. Zal ik bij die brug gaan staan, dan gaat het pas naar mij toe. We hebben alleen... Zijn ze gesplitst dus? Doe maar niet, Jer. Ja, ze kunnen ook bij geel zitten, hè. Maar het geel hebben we nog niet gecheckt, is het enige. Jer Zero en ik, wij gaan naar geel lopen. Okay. Ik heb een diamond... We hebben allemaal een diamond sword nu, want ik heb er nog één gevonden. Oh. Ik ga nu naar kasteel. Top. Wij staan voor het kasteel, staan wij, jongens. Wij gaan nu over het kasteel, overcrossen, gaan richting geel. Als jij het kasteel vast ingaat, dan meet ik je daar. Yo, is goed. Kan ook. Want ik heb best wel veel hier achter ons. Ja, en dat is mijn gang. Oké, wat doen we dan, Jer? Jij gaat voor het museum staan. Oké, ga ik naar het museum. Ja? Ik kom dus vanaf de westkant naar binnen zometeen. Ja, ik ga nu bij het museum staan. Wij staan nu binnen. Ik zit ook aan de overkant. Wij staan binnen onder het kasteel, Daaf. Hun lopen, de dichtbijzijnde loopt op de botlane ongeveer. Wat heb je nu nou? Ik heb een boog en appel. De boog is punch 1. Apples is mooi. Ik heb ook zo'n boog gevonden, maar ik ben slecht in boog. Geef maar die boog aan mij, Daaf. Hier, Daaf, jij krijgt 2 apples. Mooi. Geef me door. Ja, heb je al je pijlen heb je. Nu ben je al bijna boog nu, joh. Rutger, ja. Kijk eens even af. Mag ik jouw hoedje? Oh. Of is die soulbound? De soulbound. Oké, dan doe ik mijn eigen op. Oh nee, ik heb nog iron. Top. Ik ben nu onderweg. Daaf, deze voor jou. En die X voor jou. Top. En deze voor jou. Nice. Toppertje, wat zit er bij jou? Hoeveel damage doet je? Nou, je hebt mijn ding meer damage. Hoeveel damage? Het is een knockback op. Nou, is goed zo. Daaf, jij moet weer doorlopen. Ja. Hier hebben jullie nog niks gecheckt, hè? Nee. Oké, wij gaan weer naar buiten, Rutger. Yes, goed. En dan ben jij hier. Ze lopen op de botlane ongeveer. Of bij geel. Botlane of geel zitten ze. Daaf, welke kant ben jij opgegaan? Ik zit nu het kasteel, dan moet ik 2 kanten op. Dus dat ben ik 2-3 minuten mee bezig. Oké, museum, Nino. Iets gevonden in het museum? Ja. Ik heb die boog gevonden en die apple en ik ga nu naar de andere chest die ik zag aan de overkant ben ik nu bijna. Top. Iron chestplate protection 2. Fucking epic. Ik heb al nog goede chest dus. Die is je hebt diamond, die kan je aan mij geven of zelf aantrekken, Daaf. Ik heb poison swordness. Yo, die is van Jer. Oké, boys, ze lopen op de botlane. Dan ben ik al mijn soul. En ze lopen bij het botlane gele huis. Iron helm gevonden, doe ik zelf aan protection. Okay. Top. En jongens, kom meteen weer eventjes richting het kasteel. Jullie twee, zo snel mogelijk. Het kasteel? Oké. Ja, snel. Kom eraan. Ik kan niet eraan. Ik blijf gewoon rustig gaan lopen. Ja, goed. Kijk, kan nog mij wachten. Daaf, we zitten samen. Ja, Daaf, jij bent in het kasteel. Mooi. Mm-hmm. Yeah. Oké, ze lopen nu echt ten... ongeveer geel lopen. Ja, kom naar het midden toe. Naar die dat dier in het midden. Dat is wel veiliger voor ons op dit moment. Welk dier wil je... Gewoon nu... bij een van de dieren. Zeg maar welke je staat. Dan kom ik daar naar. Ik sta bij die mammoet, sta ik nu. Nee, ik kom daar nu aan. Oké, boys. Ze staan bij het geel. Ze zijn ongeveer bij geel lopen ze. Ja, ze zitten echt op onze rode kant dus. Ja, ze zitten echt te pushen. Oké, okay, ze lopen meer richting onze spaan. David, kom even het kasteel uit. Nee. Ik ben bijna een kist. Ik kom er echt over 10 seconden uit. Oké, okay, top. Okay, maar ik moet het even afmaken, anders heb ik al die tijd voor niks. Ja, top. Jongens, Strength potion. Nice. Yeah, boys, snel kasteel. Snel. Ja, maar ik ben op Nino. Ik ben echt bijna. Ik ga nu even een sprintje trekken. We hebben nog 2 appels ook hier nog. Oké, ze zijn nog steeds bij geel ongeveer spawn. Geel spawn. Wie moet zometeen de protection 2 chestplate? Die kan je mij geven, ik heb protection 1. Of je kan hem zelf aantrekken, wat heb jij zelf? Ik ben nu letterlijk precies full iron. Zonder die chestplate. Oké, okay, top, die kan je mij geven, is mooi. Okay. En dan ben ik echt bijna. Boys, tempootje. Want ze lopen echt bij de spawn. Ik kan niet rennen nu. Kom naar me toe, Jaar. Waar ben je? Maar ze kunnen niet veel hebben. Nee, klopt. Daaf, waar ben jij nu?
Ik zie je niet. Ik sta bij de rode. Kom maar daarvan gaan. Wij gaan richting het museum. Boys, blijf bij het museum. Verzamel op de middelste trap. Oké. We willen net naar het kasteel gaan namelijk. Ja, verzamel op de grote trap. Want dan zitten ze precies ten zuiden van ons. Dat is wel fijn. Daaf, waar ben je? Oh, daar ben je. Top. Wij staan nu op de grote trap bij het museum. Nice. Oké, wij zitten nu precies ten zuiden van ons. We lopen echt bij de spawn, zeg maar. Dus we lopen echt achter ons aan. De vraag, is dat legit? Wat? Maar dat is gewoon vraag wat onze keer legit is. We toch niet. Nee. Oké, ik zie jullie lopen, jongens. Nice. Ik heb even voet nodig als het kan. Jer, heb je hoeveel... helm? Nee, we hebben geen helm. Ik kan jij mijn helm geven, maar eigen helm. Die geef mij maar die protection 2 chest, David, snel. Sure. Geef maar aan mij. Alsjeblieft. Jer en ik gaan... Okay, oh, nice. Jer heeft een helmpje en bij deze heb je ook een broekje. Hartstikke leuk. Ik heb een apple nodig, als je er eentje hebt voor me, David. Je hebt mijn hier. Enigste, maar neem. Sure. Oh, hier, David, neem deze maar. Hier. Oh, David, heb je geen een meer over? Top, oké, okay, zitten. Maar wacht, deel, wacht even. Speed potion, strength pot, niet vergeten. Ja? Ik heb mijn opgepakt. Ja, ik heb er 2, hier, alsjeblieft. Oké, okay, nice. Oké, ze zitten precies ten zuiden van ons. En het waait heen en weer. Dus we kunnen, we kunnen jagen. Ik denk dat ik heb 1 appel, speed potion. Ja, ik ben best wel ready. Trouwens, iedereen, wat voor zwaard heeft iedereen? Want ik heb hier nog een. Hier. Ik heb diamond sharpness. Ik heb nog geen diamond sharpness. Ik gooi het gewoon neer. Ja, heb je nog een broek? Ja, hier heb ik ook eentje met diamond. Maar mijn iron sword doet meer damage. Maar die heeft knockback, dus daarom hou ik hem liever zelf. Want ik wil mensen wel knockbacken. Ik kan nog wel een diamond sword gebruiken. Ik heb nog geen diamond sword hier? Hier. Ja hoor. Dan heb ik die nog één. Ik kan mij niet droppen. Dat is. Oké, ze lopen kasteel, boys. We gaan. Push kasteel, langzaam. Jer, ja, nee, helemaal niet Jer. Hoe heet je nou? Zero tot vooraan. Ik tweede. En samen met Nino. Jer, hekkensluiter. Top. En we klutsen. Als je zeker weet dat ze daar zitten, waarom sturen we Jer ook niet voorop dan? Met z'n drieën, come on. Oké, kom maar, dat is goed. Prima. Klopt. My bad. Ik ga wel F5'en. Als ze dan achter ons komen, dan hoef ik gewoon weg niet. En dan weten we het. Dat zien we heel makkelijk op het kompasje. Oké, we pushen nu richting de dichtstbijzijnde. Zitten rechts, het kasteel gaan we onderdoor steken. Careful, ze kunnen ons in één keer om het hoekje zitten bij het kasteel. Ze zitten nu midden echt rechts van ons zitten ze. Dus zitten echt... Iedereen vol eten? Ja. Kom maar. Shift maar, boys. Ze zitten recht voor ons. Dus ze kunnen echt... Waarschijnlijk daar, ja. Richting kast zijn ze gaan lopen, denk ik. Maar beter gaan we dan nu speed potions drinken, want dan kunnen ze niet meer weg. Wacht ja, maar. Ik heb langs het einde van de map. Ja, wacht tot we vision hebben eerst, jongens. Is dat we... Ja. Want dit is een heel groot veld nog, hè? Als jij nu zegt, dan gaan we doen. Ja, zodra ik zeg nu... Pop je die potions, ja? Ja. Wacht maar even. Wachten. Shiften. Zit hier rechts van ons. Rechts van ons zitten ze. David, sta stil. Ja. Rustig, ik ga niet verder. Oké, ze zitten denk ik bij de bomenlijn. Ze lopen bij de bomenlijn. Ik denk ongeveer lopen. Pak wat straatje hier rechts dan, of gaan we over het veld? We gaan pakken het straatje hier rechts, gaan we. Oké. Wat is Q-Track zo'n slecht in gear? Zal ik hem nog even wat geven? Ja, als je wat hebt voor hem nog, zeker. Ja, hier, wissel die maar even, want dat is beter, man. Ja. Concentratie terug. Kees, ik ben uit de shift gegaan, zitten in de bomenlijn lopen ze. Oké, zitten hier achter, zitten in de kast lopen ze, boys, denk ik. Okay, ik ga niet tussen die bomenlijn zitten, dus zit ik even kijken. Ja, zitten in de kast of achter de kast? Ik denk... Hoe beweegt het kompas? Ja, daar zitten ze. Naam gezien. Wachten. Drinken? Nee. Wachten. Zero voorop, heel goed. Waar is de ingang hier, Daaf? Er is geen ingang naar dit gebouw, het is een dicht gebouw, dus deze kunnen we volledig... Als we potions moeten drinken, moet ik dat wel niet doen. Oké, wachten. Horen ze net, ja. Wachten. Hier, zero voorop. Wacht jullie. We willen één big ass zonder een gear te zien, willen we volle bak kunnen we erin gaan, hè? Dat kan wel, denk ik. Ja, ik heb er vertrouwen in. Oké, zitten hier, weet je, dus hier achter, denk ik, dan zitten. Gaan we, boys. Pop het maar. Wacht. Er wordt ja? Zo, die heb ik even naar een ander getapeerd. Oké, top. Oké. Boys zitten dus recht voor ons. Zitten er hier poppen? In. Ja, ik poppen. En we gaan volle bak sprinten. Let's go. Kom maar. We hebben genoeg appels nog. Kom maar. Hatsakee. Let's go. Zitten rechts van ons. Ze. Daar lopen ze. Helemaal goed. Let's go. Flame, ze hebben echt geen gear. Ze hebben amper gear. Jullie zijn iets te vroeg met z'n tweeën. Oké, ik ben erbij. Ja? Ik ga er eentje wegtikken. Oké, ja? Pak die rechter. Pak die helemaal rechts. Pak ze allemaal maar. Ja, ze maal ze alleen. Los. Komt u maar. Dit wordt een 5-0'tje. Hup. Zero, het is oké. Damage. Goed eraan, Daaf. Kom maar, Daaf. Deze is nog in het hoekje. Yo, nog eentje. Oeh. Waar is hij? Wacht even. Oké. Even rust, Zero. Op je achteraan. Ik heb één. Ik heb 18. Oké, we lopen. Daaf, opening. Daaf? Je weet wel.
Heel stil. Lekker boys, even een goede fight, goede focus ook. Netjes, want Samal ging dus als eerst dood. Jezus. Toppertje, GG. Alright, dat was dus het potje. We hebben heerlijk gespeeld. Lekker gewonnen, 5-0. Dat betekent dat we 5 kills hebben gemaakt en zelf 0 deaths hebben. Het ging lekker, het coach ging lekker, het team luisterde goed. We hebben heel veel gear verzameld. En daarna hebben we al een teambespreking. Maar die knippen we dat uit, want we willen niet dat andere teams onze fouten horen natuurlijk. In ieder geval, vond je het een leuke video? Laat lekker een duimpje achter omhoog. Wil je meer Manticore zien op mijn kanaal? Laat het ook even weten. En dan zie ik jullie natuurlijk graag in de volgende video. Mensen, dankjewel voor het kijken. Hopelijk vonden jullie het awesome. En ik zie jullie graag in de volgende. Peace.